Een weggebruiker is aan de Gangrampandé vlakbij Mas 62 met zijn voertuig over de kop gegaan en heeft een hoofdleiding van Staatsolie ernstig beschadigd. Het gevolg is een enorme olielekkage die zowel de plaatselijke vegetatie als het wegdek heeft aangetast. De melding van het verkeersongeval is rond 9:30 vanmorgen aan Staatsolie gerapporteerd. Alle betrokken diensten binnen het bedrijf zijn toen onmiddellijk uitgerukt en hebben zich ingespannen om eerst de druk in de pijp uit te schakelen om het spuiten van de olie uit de buis te kunnen stoppen. Daarvoor moesten 15 omliggende oliebronnen worden uitgeschakeld en de flow van de olie worden omgeleid. Binnen 2 uren was de breuk in de leiding hersteld en kon een begin gemaakt worden met opruimingswerkzaamheden. Dankzij de beschermingsstructuren langs de hoofdleiding is een ergere ramp voorkomen. Met graafmachines is de vrijgekomen olie geïsoleerd door dammen op te werpen in omliggende kanalen. Dit is noodzakelijk geweest om te voorkomen dat de olie richting de Saramaka-rivier zou stromen. Inmiddels is de meeste olie opgezogen door een kolkenzuiger. De politie is in onderzoek gestart naar de oorzaak van het verkeersongeval. Onduidelijk is nog hoeveel barrels olie er zijn gelekt. Het zal nog dagen duren voordat alle olie is teruggewonnen en het gebied is opgeschoond.